Belofte maakt schuld en daarom bezoek ik dit jaar alle vestigingen op de fiets. En ik hoop jullie te ontmoeten, maar vooral op iedere vestiging de sfeer te kunnen proeven. Vandaag fietsen we vanuit Tilburg, de Autoavenue, samen met Marco van Veldhuizen. Samen met zijn vrouw, de huidige eigenaar van dit schitterende familiebedrijf. We gaan onderweg naar het mooie Den Bosch, onze Nissan-vestiging. En ik kijk er naar uit om daar naartoe te rijden. Mijn naam is Jos van den Berg. Ik ben vestigingsmanager van de vestiging Den Bosch in het mooie Brabant. Op dit moment hebben we een achttal vaste collega's die in dienst zijn en een tweetal stagiaires. Maar we zijn natuurlijk altijd op zoek naar juiste mensen. Dus verkopers of technici zijn van harte welkom. Ja, het is natuurlijk, we zijn 3 januari vorig jaar hier blanco begonnen. Het was een pand, we moesten van nullen van beginnen. En als we dan gaan kijken hoe dat we ontwikkeld hebben, denk ik dat we met z'n allen heel blij mogen zijn. Heel trots op de jongens die hier aanwezig zijn. Kijk, de klanten weten ons gelukkig goed te vinden. Ja, dat mag nog uitbreiden. De klanten beoordelen ons ook met een heel mooie score. 85,1 staan op dit moment. Dus dat is echt heel netjes. Maar daar werken we hard aan. We willen toch een beetje een kleine dorpsgraadje uitstralen in een grote stad. Maar wel mensen dat gevoel geven. We hopen natuurlijk met de nieuwe producten van Nissan dat we de verkoop een boost kunnen geven. En dat zowel voor grijs als geel kenteken. Maar in die zin, hoe het gaat? Ja, jongen, kan niet beter, perfect. Ja? Ja, serieus. En die jongens onderling, gezellig team of met Jos? We hebben nou 2 stagelopers. Ja. 1 leerling. Ja. En 2 monteurs. Eentje via de uitzendkracht en eentje via perfect. Maar we kunnen eigenlijk wel meer jongens nog gebruiken, toch? Ja. We hebben werken. Ja, we hebben de ruimte, we hebben het werk. Heerlijk. Nu nog het team iets uit zien te bereiden. Ja, mooi. Veel, ja. Maar vertel, hoe vind je dat? Lekker bezig, gaat. Goed bezig. Ja. Ik bedoel, dat gevoel heb ik ook. Ik bedoel, je proeft het als je binnenkomt. En, Ja, maar dat merk je ook wel. En ik hoop dat klanten dat ook zo voelen en zo merken. Maar dat lijkt wel. Want ik afgelopen jaar een leuke prijsontvangst mogen nemen. Ja, zeker. Ja. Dat is ook best grappig, dat is best oké. Ja, tuurlijk. Maar voor de rest, volgens mij zijn we hartstikke. Ik denk dat we heel goed bezig zijn. We gaan een nieuwe koelkast kopen voor in de kantine en een nieuwe magnetron. Onze 1000 euro die gaat naar ons plekje. 3, 2, 1.